Het motorsport Mekka van Nederland is zonder enige twijfel Assen. Maar er waren ooit tijden dat de motorsport ook in deze regio duizenden mensen op de been bracht. De Bergen. Rustieke plaats in het fraai glooiende Twentse landschap. Daar waar nog rust en reinheid heerst. Maar in vroeger tijden kon het er ook ruig aan toegaan in Te Bergen. In de jaren 60 en 70 ronkten vervaarlijke motoren met hoge snelheid over het zogenaamde stratencircuit. Gadegeslagen door duizenden enthousiaste fans. Het was motorsport in optima forma. Inmiddels zijn de befaamde races verleden tijd. Maar de herinnering, die blijft. Marcel Ankené, jij was een van die motormuizen, zeg ik misschien wat een beetje oneerbiedig. Vroeger, dan praat je over de jaren 60, jaren 70, hè? Ja, ik ben begonnen in 1970 en ik heb gereden tot 77. En daarvoor denk ik, dan praat je over eind 60, TL Bult. Maar neem ons eens even mee, want ik ben onwetend wat dat betreft. Te Bergen, hè? Ik kom er wel eens en een prachtig mooi plaatsje en zo, maar stratencircuit, waar duizenden mensen zaten te kijken naar motorsport. Hoe werkte dat? Ja, ik denk in Te Bergen was na Assen het grootste motorsportevenement. Het was gewoon een stratencircuit zoals heel veel gewone stratencircuits waren. Dat wat normaal weg was, waar normaal autootjes overheen reden, dat werd voor één of voor twee dagen in het jaar werd het omgetoverd tot een motorcircuit. Een paar strobalen ertegen en we gaan rechtsom vandaag en dat was het eigenlijk. Zelfs Grand Prix, als je praat over Finland, Imatra, over spoorlijnen heen en tussen bomen door. En noem het maar op. Dat klinkt als gevaarlijk. Ja, nou ja, er werd wel iets anders gereisd als op dit moment. Als je op dit moment een Rossi of een Marquez rond ziet gaan, echt tot over de limit en over de curbstones en allemaal op de laatste centimeter. We hadden toch wel iets van een metertje voor de veiligheid nodig. Zijn grote eikenboom zou staan, dacht je, even wat rustiger. Ja, even wat rustiger. Dus ik wil. Dat was wel. Maar even voor de goede orde, vandaar in Tilburg, er kwamen de grote der aarde. Hè? De grote van Nederland. Een Wil Hartog, een Boet van Dulven, een Jack Middelburg, ze raceden allemaal daar. Ja, zeker in de 60e jaren was er dus heel veel buitenlandse deelname. Veel uit Engeland, Duitsland, Oostenrijk, noem het maar op. Het was, ik denk, bijna de helft van het veld was buitenlanders. En als we het over jezelf hebben, je was zelf ook geen kleine jongen, want je hebt over de hele wereld gereisd. In ieder geval voor een groot deel van Europa. Het is 6-7 jaar jouw volledige bestaan geweest? Ja, ik ben Grand Prix gaan rijden in 1972. En dat Continental Circus, dat trok me eigenlijk wel. En het was echt zo nog het idee van met het caravannetje en het tentje Europa door. Wat trok jou dan? Was het dat Europa door of was het de race zelf? Ja, beide. Ook dat Europa doortrekken, zeg maar, op die manier. Ook dat was iets, wat me wel trok. Verdiende dat ook of was het echt een soort van uit de kluiten gegroeide hobby? Nee, wij dachten niet aan verdienen. Nee? Nee. Gewoon het spektakel, het avontuur. We hadden gewoon een tank vol dieselolie en dan zien we waar het schip stelt. Een beetje meer. Ja, uiteindelijk is Te Bergen, dat was over en uit. Hè? Jaren 80, Rob, was het over? Waarom eigenlijk? Marcel zal nog iets meer kunnen vertellen, maar 1984 was geloof ik de laatste keer in Te Bergen op het oude circuit. Ja, had dat te maken met tijd en de belangstelling? Daarna, was het toch de veiligheid die... De veiligheid speelde mee. Er zijn een aantal toch wel ernstige ongevallen gebeurd op het laatst. En op een gegeven moment is het afgelopen met de stratencircuits. Je zit er nu ook wel in de huidige tijd. Je hebt alleen nog Hengelo-Gelderland. En toevallig dit weekend, ook Tweede Pinksterdag, is de laatste wedstrijd in Os. En dan is dat ook de allerlaatste keer geweest dat daar een Nederlands kampioenschapwedstrijd was. Dat is echt nostalgie. Toch gaat nostalgie wel herleven met de Pinksterdagen. Want opnieuw in Te Bergen komen al die oude motormuizen, van jouw generatie, misschien nog ouder, komen weer tevoorschijn. Halen hun motoren ook weer tevoorschijn. Dat is mede te danken aan jou, want je hebt er een knap aantal opgespoord. Ja, noem eens wat namen. Gewoon voor mensen. Nou goed, laten we regionaal beginnen, dat vind ik ook belangrijk. André Stamsnede, Henny Boerman, Marcel Ankené natuurlijk, Theo Bult, Gerard van der Wal. Zegt het jou wat, Marga, al die namen? Theo Bult wel, omdat men heel vaak dacht familie? Dat ik daar een zus van was. Ik zat nog aan het denken, ben je familie? Ja, ik ken hoe waar, een zus van Theo Bult. Ja, dat is echt wel Maar goed, daarnaast, wat ook wel belangrijk is om te vertellen, is kijk, ik doe het natuurlijk niet alleen. We hebben een historische motorracevereniging in Te Bergen en er zijn 25 leden in totaal.
Met z'n allen maken we ons sterk. Ja, goed, ik ben ook benaderd om wat te gaan doen voor Tubbergen. En ik heb een aantal jaren eigen... Maar dat verhaal is helemaal duidelijk. Je doet het met z'n allen. Dus, ja. Maar goed, ja. Jij zit hier toevallig om de ja, te vertellen. Ja. Ik ben nog heel erg benieuwd naar het deelnemersveld. Je hebt dan de regionale verteld. Ja. Maar ik zag daar ook zomaar een Wil Hartog even. Ja, Wil Hartog komt terug. Boet van Dulmen komt terug. Maar ook een Willem Soet. Toch wel behoorlijk uitzonderlijk. Willem Soet. Willem Soet had gezegd dat hij nooit meer op een motor zou stappen. Die heeft die is in 81 gestopt met motorracen. En die heeft in 1980 of 1981 moet helemaal liggen. De laatste twee wedstrijden in Kramp, 500 gewonnen op Tubbergen. Hoe oud zijn die inmiddels? Allemaal ruim 50? Allemaal rondom Marcel's leeftijd, rond de 60 jaar. Ja, dat vind ik wel... Ja, ik ben 65. Dat vind ik wel stoer, hoor, toch? En iedereen was meteen positief, hoor? Ja, ik heb van de ene ga je naar de andere. Je vraagt weer telefoonnummers op. En binnen anderhalf weken heb ik 38 man aan de start gekregen. Ach, geweldig. Marcel, hoe lang moest jij nadenken toen hij vroeg? Nou, niet zo heel lang hoor. Als er op deze manier, zeg maar, als er dus echt een Nederlandse Grand Prix parade komt, ja, dat is gewoon leuk. En ik rij ook nog een stuk of 5, 6 van dit soort evenementen. Wel weer op je oude motor ook, hè? Want ik begreep dat je hem op enig moment hebt verkocht, omdat je gewoon de pedals nodig had. Maar op enig moment ook weer hebt teruggekocht, terwijl die helemaal in de kreukels zat. Je hebt nog opgelapt en je rijdt er weer gewoon op. Ja, het begon eigenlijk met een Centennial in Assen in 1998. Toen hebben we gedacht van laten we daar meedoen en die motorfiets weer origineel maken zoals hij was. En eigenlijk sinds die tijd, ja, soms eerst in het begin 1 of 2 keer per jaar. En de laatste jaren rijd ik toch wel 5, 6 keer per jaar. Is nou een oud brik? Het is een... Vergeleken bij wat er nu rondrijdt? Ja, technisch gezien. Ja. Ik bedoel, iemand die nu racet en die zegt, zou vragen van ga daar eens op zitten en reis een rondje. Nou, dat durf ik niet, dat begin ik niet aan. Te zwaar is het, wat is het? Ja, het heeft natuurlijk niet de vering en de banden en die men nu heeft. Dat is gewoon de techniek die vooruit gaat. Deze ruik je trouwens, hè? Ja. We kunnen hem ruiken gewoon. Ja, hij heeft hem even... Het is geen geur, even gelopen en dan ruik je hem ook. Ja. En die geur, daar komen de mensen Hoe voelt dat dan voor jou? Van als je dan in Tubbergen hebt, het komend weekend ga je weer op die motor en je zit je oude kompanen van wanneer zie je weer terug en je rijdt ook samen. Van, wat geeft dat voor gevoel? Ja, het geeft wel een vertrouwd gevoel. Ik vind het heerlijk om met dat ding rond te rijden. En vooral ook... Maar ook omdat je in dat wereldje dan, geef je dat inderdaad weer het gevoel van ik ben weer terug. Ik zit weer in dat avontuur. Ik ben weer 20, 30. Ja, zo. Ja, het houdt je jong, hè. Laten we dat maar zeggen. Wil je nog winnen, of niet? Nee, we gaan niet om, zeg maar, om de eerste plek rijden. Maar ik moet zeggen, op een echt circuit zoals afgelopen weekend in Dijon... Daar heb je wel een circuit waar je ook gas kunt geven. Dan ga je echt nog met 2,30 over de baan heen, hoor. Man. Ja. Heb jij ooit een ernstig ongeluk gehad? Bijna elke motorrijder is daar wel eens... Mijn vader die zei wel eens van... Ja, als je daar nooit hebt naastgelegen, heb je er ook nog nooit opgezeten. Ja. Oh ja, dus dat hoorde erbij. Dus dat hoorde er wel een beetje bij. Ja. En er is ook niet helemaal te voorkomen. Het kan een technisch mankement zijn of wat dan ook, maar ik heb al wel eens een ernstige. Laten we hopen dat het komend weekend niet gaat gebeuren. Even erop, voor mensen die er graag naartoe willen, die graag die nostalgie willen beleven. Waar moeten ze zijn? Wanneer moeten ze ergens zijn? Het is aanstaande tweede Pinksterdag in Tubbergen natuurlijk. Op het industrieterrein, dat kan niet missen, is maar één industrieterrein in Tubbergen. Er staat een grote kraan met een motor erbovenin. En het begint allemaal om 10:00 en... Voor de duidelijkheid, de Classic Grand Prix parade waar alle oud-coureurs aan meedoen, dat is om 11:30, om 12:30, om 13:30 en om 16:30. Ja, mooi. Mooi vooruitzicht. Okay.